Goedenavond, mensen hier in de zaal en ook de mensen thuis die weer meekijken met de livestream van deze derde lezing in het kader van de tentoonstelling die we organiseren hier in het Rietveldpaviljoen, Dante leeft, een eigentijdse blik op Dante Alighieri. Vorige week toen keken we naar de invloed van Dante op de cineasten, op de film. Kevin Thoma hield daar toen een prachtig verhaal over, begon ongeveer in de rond 1900. En vanavond gaan we een aantal eeuwen terug. We gaan eigenlijk terug naar de tijd van Dante en de eeuwen vlak daarna. Ermin Visser. Ermin, jij bent kunsthistoricus. Je hebt tot april dit jaar, geloof ik, gewerkt voor de Open Universiteit. Ja, je bent nu gepensioneerd. En je hebt daar allerlei cursussen gegeven over allerlei kunsten, historische stromingen, maar ook de Italiaanse Renaissance. Ja, en ik heb. Oké, voor de liefhebbers. Ja. En je hebt ook de Florence Zomerschool heb jij begeleid, flink aantal jaren. En vanavond neem je ons mee naar de tijd van Dante en de eeuwen daarna. En ook de stad, de geliefde stad van Dante, Florence. Waar hij werd verbannen op 37-jarige leeftijd en waar hij nooit meer terug mag komen. Dus we zijn reuze benieuwd wat voor beeld jij ons geeft, hoe er over Dante werd gedacht en hoe die werd verbeeld eigenlijk na zijn dood. Ja. Het woord is aan jou. Prima. Hoe er precies over Dante werd gedacht. Ik denk dat er grotere kenners van Dante in deze zaal aanwezig zijn dan ik. Zoals Mirjam al vertelde, ik ben liefst 15 keer met studenten een week tot en met 10 dagen, afhankelijk van de groepsgrootte, in Florence geweest. En ja, hoe je het went of keert, dan loop je Dante tegen het lijf. Niet in die zin fysiek dat je een mens tegenover je krijgt, maar je krijgt hem in veelvuldige, verschillende soorten voorstellingen voorgeschoteld. En zodoende ben ik ook positief ingegaan op de vraag die Mert en mij eerder, echt begin dit jaar geloof ik, stelde van zou jij soms een lezing over Dante Alighieri willen geven? Nou, dat wordt hem ook vanavond. Zei het dat ik tegelijk de beperking moet opleggen, Dante Alighieri in voorstellingen. En daar gaat het om. Het zijn dus anderen die met Dante zijn gaan lopen en daar iets mee wilden. En dan treden we ook in op het terrein waar ik ingeschoold ben. Ik ben kunsthistoricus van huis uit. Wel in principe kerkarchitectuurhistoricus. Ooit was de Sint-Servaas mijn afstudeerproject aan de Universiteit van Utrecht. Toen ik in 1985 bij de Open Universiteit terechtkwam, na eerst 5 jaar bij de uitgeverij te hebben gediend, kwam er een functie vakant bij de faculteit cultuurwetenschappen en die heb ik dus tot april dit jaar mogen vervullen. De cursus kunst, daarna inleidende kunstgeschiedenis geheten, de cursus Italiaanse renaissance waar al even kort aan werd gememoreerd, de cursus stedenbouw die ik als eerste mocht maken, een soort hobbyonderwerp die in 2 versies is verschenen en daar heb ik tamelijk veel tijd ingestoken en dat is voor mijzelf een van de meest fraaie uitkomsten van mijn werk aan de Open Universiteit van in Heerlen geweest. Een cartografisch practicum. En waarom sta ik daar nu bij stil? Omdat ik bij de 2e editie van de cursus stedenbouw. De Open Universiteit heeft hem niet meer hoor. Hij is in 2018 helaas uit de relatie genomen. Amersfoort als casus heb genomen. Dus dat cartografisch practicum, dat
begint bij de muurhuizen om duidelijk te maken van hoe kan je aan de stedelijke overblijfselen zien hoe een stad begon, groeide en werd tot het wat het nu is. En Amersfoort, daar kwam ik al heel snel achter, bleek een goudmijn. Dus ik heb hier ooit in februari 2005, toen besloeg ik mijn camera, dus ik moest in april terug, merkte ik achteraf, uitgebreide fotoreportages gemaakt. En die hebben hun plek in de cursus gevonden om samen met de foto's ter plekke en de historische kaarten, en die van Amersfoort gaan vooral terug op de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560. Om daarmee na te gaan van hoe de stad in eerste instantie aanwezig was en via de voorstelling van Van Deventer gegroeide. En nou ja, dan krijg je de beroemde kaart van Blauw uit het midden van de 17e eeuw enzovoort enzovoort. Daar ga ik niet verder mee lastigvallen, maar om maar even aan te geven dat ik toen ook mijn hart op een bepaalde manier aan Amersfoort heb verloren. Tijdens mijn werk aan de Open Universiteit heb ik mijn hart vooral aan Florence verloren. 15 keer was ik daar met studenten vanaf 1994 tot 2018. Dit prille voorjaar zou mijn laatste tocht zijn. Mirtha zou ook meegaan, maar ja, COVID, corona bepaalde dat dat helaas niet kon doorgaan, dus geen 16e keer. Goed, Dante Alighieri, verbeeld van de 14e tot 17e eeuw. Ik ga u heel wat voorstellingen laten zien. Heel wat voorstellingen van Dante zelf, maar vooral ook van de tijd, de gebouwen, de stad waarin Dante heeft fungeerd. Om duidelijk te maken hoe die stad er omstreeks 1300 uit heeft gezien. Bij een zoektocht begin je tegenwoordig bij Wikipedia. Ik ben heel blij met die opmerking. Ik heb jarenlang, tot ik denk 2007, 2008, mijn studenten verboden om daar gebruik van te maken. Ik verpakte dat voorzichtiger van, alsjeblieft, er zijn ook nog boeken, met boekenwijsheid. En het als je hier naar deze dia kijkt van Dante Alighieri, valt op dat er zakelijke informatie wordt gegeven. Overlijdingsdatum, geboortedatum. Er wordt een voorstelling van de man weergegeven. Overigens de voorstelling die teruggaat op de schilder Sandro Botticelli. Er wordt even kort vermeld in de inleiding wat zijn prestaties waren. Dus de reden waarom hij in Wikipedia is opgenomen. Maar, en dat is mijn waarschuwing, wantrouw de Nederlandse Wikipedia. Want ik tover in u de Italiaanse Wikipedia voor en die is 4 tot 5 keer uitgebreider dan de Nederlandse. Ja, dat is niet voor niets zo, want het Italiaanse taalgebied is niet alleen het taalgebied waar de man uit voorgekomen is en waarvoor hij tamelijk bepalend is geweest met zijn Divina Commedia in de landstaal. Maar Italië kent ook 4 keer zoveel inwoners als ons landje. Dus de hoeveelheid bijdrage, het democratische werken van Wikipedia, mag je in Italië hoger inschatten, om beide redenen, dan de Nederlandse Wikipedia-pagina. Dus zie die Nederlandse Wikipedia-pagina hooguit als begin. Voor mij, ja, ik ben toch gevormd als wetenschapper. Geldt dat je de boekenwijsheid raadpleegt. En in dit geval pakte ik uit mijn kast het Lexicon des Mittelalters. Dat is verschenen vanaf, dan moet ik het goed zeggen, 1981. En daar is 15 jaar, na eens in de 2-3 maanden, kreeg ik een vast kiekel, oftewel een deeltje, 1/10 deel van die band toegestuurd. En uiteindelijk heb ik zo 9 banden bij elkaar verzameld tegen een gigantisch bedrag. Tegenwoordig koop je het gewoon in slappe kaft voor nog niet eens een 20ste van die oorspronkelijke prijs. Maar die Wikipedia-pagina, vooral de Italiaanse, die is te vertrouwen. Maar dit is nog veel meer te vertrouwen al, moet ik er gelijk bij zeggen, gaat deze tekst
terug op de verschijningsdatum van dat fascicle, oftewel dat deel, in 1986. We zien tevens dat, dan moet ik het goed zeggen, dat meneer Bezzola, die is aangetrokken om over het leven van Dante te schrijven, al in 1986 het leven had gelaten. Maar dat was zeg maar een van de autoriteiten op het gebied van Dante. Het gaat zo 12 bladzijden door. Er wordt over zijn werk gesproken, er wordt over zijn bijdrage aan de poëtica gesproken. De voetsporen die hij heeft achtergelaten bij anderen en uiteindelijk bijna 2 bladzijden literatuurverwijzingen. Wikipedia tegenwoordig biedt ook wel verwijzingen naar waar de wijsheid vandaan wordt gehaald, maar die boekwijsheid zoals die hierin is vermeld, die is ontegenzeggelijk van een wetenschappelijk niveau. Vandaar. Dante, overleden. Na zijn verbanning terechtgekomen, uiteindelijk in Ravenna. Van daaruit bezocht hij 1 keer Venetië en terugkomend vanuit Venetië door het beruchte, mag ik wel zeggen, moerasgebied dat daar aanwezig is, liep hij tegen een malaria-vlieg aan en die heeft hem malaria bezorgd. En hij is in 1321, nu net iets meer dan 700 jaar geleden, overleden en kreeg een plaats, een laatste rustplaats in de San Francesco in Ravenna toegewezen. Hier ziet u zijn 18e eeuwse kapel die aan hem is gewijd, met in de kapel als boven het altaarstuk een prachtig relief waarin hij nadenkend richting lessenaar kijkt, waarop natuurlijk een van zijn geschriften te zien is. En voor de zekerheid wordt hier ook nog even gemeld dat dit het graf sepulcrum van de dichter Dante is. Nou, een knopje is er om hem uit te zetten. Ja, goed. Dante, in afbeeldingen. En waarom kom ik nu hierop uit? Omdat heel klein aan het eind van zijn leven, hier staat iconografie. Niet de minste kunsthistoricus, Gunther Binding, heeft dit kleine lemmaatje aangevuld met de verwijzing dat er sprake is van een voorstelling van Dante in de kapel van het Bargello in Florence. Daar krijgt u zo direct een dia van te zien. Een bronzen buste uit de 14e eeuw die zich in Napels bevindt en zou zijn gebaseerd op het dode masker van Dante. Nou, die twee heb ik hier bij elkaar gehaald. Ik moet tegelijk beginnen met te vermelden dat dit dodenmasker niet uit de tijd van Dante zelf is. Dit is gemaakt door de gebroeders Lombardi, wellicht in het jaar 1483. Daartoe hadden ze de opdracht gekregen. Wat er aan ten grondslag heeft gelegen, ja, daar worden wel suggesties over gedaan, maar de echte documenten in dit geval ontbreken. Je zou kunnen veronderstellen, gelet op de wat ingevallen ogen, de man is ook duidelijk als man van gevorderde middelbare leeftijd weergegeven. Nou, Dante is 56 jaar geworden, dus dat zou overeenkomen met de voorstelling van zijn gezicht en zijn wat ingevallen wangen. Opvallend is de adelaarsneus of haakneus, zoals dat wel wordt genoemd. Dit is het ene dodenmasker waar indirect aan wordt verwezen. En dit is de buste uit, uit Napels, uit het Museo Capo di Monte. En dat zou een 14e eeuwse buste zijn. En ik ben degene die er van maakt zou. En ik zeg erbij van, ik kan dat niet nagaan, want helaas beschikt het Museo Capo di Monte niet over een online catalogus.
Dus is het onmogelijk om na te gaan welke gegevens van die busten in hun eigen collectiecatalogus aanwezig is. Ik ben daarom maar even gaan googlen om een voorbeeld tevoorschijn te halen van een voorstelling van Dante Alighieri, maar wel uit het begin van de 19e eeuw, als ik het goed heb. Een munt waarop hij is verbeeld uit het Metropolitan Museum in New York. En waarom het Metropolitan Museum in New York? Dat stelt alle voorstellingen van de, nou niet alle kunstwerken, maar van onnoemelijk veel kunstwerken gratis ter beschikking. In hoogwaardige reproductiekwaliteit. Dus wilt u een boek uitgeven, ga naar het Metropolitan. Heeft u afbeeldingen van kunstwerken nodig? U mag ze gebruiken, mits u natuurlijk wel verwijst naar de plek van oorsprong. Maar bij deze munt wordt niet alleen verbeeld dat Dante Alighieri is verbeeld, maar er worden ook details van het object gegeven, de maatvoering, specifieke inscripties in de munt en waar de munt vandaan is gekomen. Dat is gebruikelijk in kunsthistorische kringen en zeker in museale kringen om weer te geven hoe je aan je objecten bent gekomen en wat daar de oorsprong van is. Dus ten aanzien van het bronzen beeld uit Museo Capodimonte moest ik het zonder die informatie stellen en kon ik die ook niet achterhalen. Een ander voorbeeld, ook in het Metropolitan Museum, is een gravure uit een Amerikaanse druk van Dante's Divina Commedia. Met een gravure van Gustave Doré. En daar wordt inderdaad beschreven dat we hier de hel verbeeld zien, ofwel Inferno. En hier diezelfde gegevens die worden vermeld. Er is sprake van dat het ooit deel heeft gemaakt van een tentoonstelling. En er wordt een inpassing gepleegd in hoe zij het object in een grote geheel plaatsen. Dat zijn de normale kunsthistorische reacties om te gaan met objecten. Helaas, voor de buste uit Napels moest ik het zonder stellen. Nou, ik ben een man van de plaatjes, daar ben je kunsthistoricus voor. Je zoekt op Google via, met Dante Alighieri en je krijgt, wellicht krijgt u als u thuis gaat proberen een net iets andere verzameling, maar dat u de meeste van deze voorstellingen zal tegenkomen, daar durf ik gif op in te nemen. Er zijn een aantal voorstellingen die hetzelfde zijn. Detail, nog grotere detail, kleine detail. De voorstelling van Botticelli, een beeld uit Florence, daar kom ik zo direct nog op terug. Kortom, u ziet hier Dante verbeeld. Wat valt u op als u naar deze reeks van pak een beet zo'n 40 voorstellingen van Dante kijkt? Wat zegt hij dan? In het rood gekleed, ja. Nee, dat is paars. Hieronymus. Puntken. En dat is namelijk grappig. U valt over de kleur, maar het is een persoon. Kortom, je moet het proberen de persoon te beschrijven. En wat valt op als we naar die persoon kijken? In al die 40 voorstellingen. Zijn neus, die de meeste voorstellingen toch behoorlijk kenmerkt. Maar de eenheid in voorstelling, die is opvallend. Ja, hij is gelauwerd natuurlijk, maar dat is door anderen gebeurd en vooral na zijn dood. Op het moment dat voorstellingen van Dante zijn gemaakt. Want al deze voorstellingen dateren tenminste uit de 15e eeuw en zijn soms van veel recenter datum. Dit is zelfs, denk ik, een soort... Het zou een filmbeeld kunnen zijn, ingekleurd en al, maar dat weet ik niet zeker. Misschien heeft hij daar verleden week meer van kunnen zien.
Waarom blijf ik daarbij stilstaan? Als we nu kijken naar het dodenmasker, waar ik ook al mee begon, maar dan meer in het donker, dan vallen op dat er specifieke kenmerken van Dante zichtbaar zijn. Specifieke kenmerken in dat dodenmasker, tussen aanhalingstekens zal ik maar even zeggen, en de voorstelling die in de Dom van Florence zelf is terug te vinden. Daar ga ik zo direct nog uitgebreider op in. Die voorstelling is uit 1465 en dat masker zou uit 1483 zijn. Die zitten ongeveer qua tijd op dezelfde lijn, maar niet alleen dat. Als je kijkt naar de kenmerken van het gezicht, dan valt de grote overeenkomst tussen die twee op. En zelfs zodanig dat ik dat gezicht van Dante op een specifieke manier zou willen beschrijven. Als je dat met een genre in de schilderkunst zou willen aanduiden, waar denkt u dan aan? Een portret. Het heeft specifieke kenmerken die een ieder van ons zal hier aanwezig tot een apart individu maakt. Dat geldt dus ook voor deze voorstellingen van Dante. Ik moet de tijd een beetje in de gaten houden. En de portretschilderkunst stond eigenlijk aan het begin van de 14e eeuw, dus op het moment dat Dante in dit geval dit grote altaarstuk dateert uit 1317, maar dat is zo'n beetje het eerste portret dat we in de kunstgeschiedenis kunnen aanduiden. Dit is Robert van Anjou, die zich laat kronen door zijn inmiddels overleden oudere broer Lodewijk van Toulouse. Hij laat zich kronen, Robert van Anjou, tot koning van Napels in het jaar 1317. En hieronder zien we een vijftal voorstellingen, dit noemen we een predella, een vijftal voorstellingen waarin in wordt gegaan op het leven van zijn broer Lodewijk en de aanleiding om de man vrijwel direct na zijn overlijden tot heilige uit te roepen. Dat hij heilig is, dat mogen ook blijken, het feit dat hij om zijn bisschopsmijter, want hij was bij leven bisschop, een nimbus heeft, een gouden stralenkrans, en dat is iets waarmee je in de kunstgeschiedenis duidelijk maakt dat iemand tot hoge sferen is geroepen en tot heilige is uitgeroepen. Robert van Anjou, als we kijken naar zijn portret, dus in en profiel, dan vallen toch ook wel specifieke kenmerken op grond waarvan we durven te stellen dat dit een portret is. We zien hier uit zijn Bijbel, die bijna in dezelfde tijd is ontstaan, dus de Bijbel van Valois, in opdracht ook van Robert gemaakt, zien we hem ook getroond en al. Maar dan zie je dat dat veel meer op een gestileerde wijze door de kunstenaar van die Bijbel tot een voorstelling heeft geleid. Een voorstelling die zich niet verhoudt tot de voorstelling uit het altaarstuk, waar Robert veel individueler is weergegeven. Op grond daarvan durven te stellen dat we hier met een van de eerste portretten in de westerse kunstgeschiedenis te maken hebben. Hebben wel te maken met een koning. Iemand die het zich kon veroorloven om een dergelijk groots altaarstuk in opdracht te geven en te laten maken. Kortom, dat speelt ook een belangrijke rol. Zeker voor die eerste portretten die in het begin van de 14e eeuw zijn verschenen. Ik volg nu even een ander spoor en zak wat af in Toscane richting Rome en kom aan in Orvieto. En u ziet hier de Dom van Orvieto die in omstreeks 1300 deze vorm heeft gekregen. Een kruiskerk, dus het schip, zijbeuken, dwarsschip, het koor. En in dat dwarsschip komen er twee kapellen uit. Hier de kapel aan de noordzijde en de kapel aan de zuidzijde, daar gaat het mij nou net precies om. De zogeheten Cappella San Brizio is daarin gevestigd. En waarom blijf ik daar nu bij stilstaan? Niet zozeer bij de schilderingen die Fra Angelico heeft aangebracht eind jaren 40 van de 15e eeuw,
Maar de schilderingen die Luca Signorelli aanbracht aan het eind van de 15e eeuw tot 1502, van 1499 tot 1502, heeft de man in die kapel deze schilderingen aangebracht. En niet alleen daarmee verhalen verteld over hoe het einde der tijden via het laatste oordeel in onze Bijbel kan worden verbeeld, maar hoe hij zichzelf ook een plek daar te midden gaf. Dus de man hier links in het zwart weergegeven is Luca. En rechts van hem ook in het zwart is Beato Angelico, oftewel Fra Angelico, de schilder afkomstig uit Florence. Die werd geroepen om eind jaren 40 van de 15e eeuw naar Rome te gaan. Om in opdracht van de paus daar de nodige zaken ook van fresco's te voorzien. En waar kijken we nu naar? Dat is een schildering uit het laatste oordeel, dus het evangelie, het laatste boek, Bijbelboek, geschreven door Johannes de Evangelist, waarin hij de mensheid voorhoudt dat we op het verkeerde spoor zijn en dat Christus alleen in opdracht van zijn vader de mensheid uiteindelijk kan redden, maar dat daar voordat dat zover is een en ander aan vooraf gaat. En hier zien we bijvoorbeeld hoe de duivel Christus in het oor fluistert wat hij moet zeggen. En vooral welke verkeerde boodschappen moeten worden verkondigd. En die verkeerde boodschappen mogen blijken uit het feit dat de antichrist, want zo zien we dan die configuratie, heeft opgeroepen toch vooral schatten aan de antichrist te offeren. Kortom, je af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Op de achtergrond allemaal zwart geklede ridders die kwaad in de zin hebben. Een andere voorstelling geeft in diezelfde kapel van Luca Signorelli ter weerszijden, geeft aan dat beeld allemaal naakte lieden uit die min of meer uit de grond tevoorschijn komen. Nou, dat is ook een onderdeel uit dat laatste oordeel dat je kunt lezen in het Bijbelboek, waarin de zielen die wachten op de verlossing namens Christus en God, hier geroepen worden. Zielen die als naakte lieden zijn verbeeld. En uiteindelijk hemelse muziek weer klinkt vanuit de engelen, die zijn verbeeld en zij staan op. Ja, dat geldt degene die geroepen zijn, maar er zijn ook mensen die verdoemd zijn en die zien wij hier verbeeld. En dat gebeurt alles onder toezicht van aartsengel Michael, die met zijn zwaard, bijgestaan door andere ridderlijke engelen, de verdoemden hun plek wijst. Alles in een behoorlijk levendige voorstelling. En ook hier zien we het opstaan, de opstanding van de dode zielen. Mensen die zelfs tot geraamte zijn verteerd, ja, die krijgen weer lijf en leden terug. En uiteindelijk, en dat is als je de kapel binnenkomt, aan de binnenkant van de entreeboog te zien, leidt het tot het einde der tijden. Aardbevingen en allerlei verkeerde zaken die de mensheid kunnen overkomen, zijn niet verbeeld. Maar we zijn hier omwille van Dante. Dat is alles wat is bovenin. De kapel is weergegeven. Maar onderin zijn in een aantal onderdelen van de wandbekleding ook schilderingen aangebracht, onder wie Dante. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn Divina Commedia. Hier zien we hoe hij is verbeeld, hoe hij driftig met zijn geschriften bezig is, waarmee wordt gewezen op zijn werkzaamheid als literator, maar natuurlijk ook als wetenschapper. En er zijn enkele in deze ronde cartouches om hem heen
zijn voorstellingen nader uitgelicht die te maken hebben met zijn Divina Commedia. Hier zien we Dante verbeeld door Luca Signorelli tussen 1499 en 1502. Sorry dat ik al wat lange aanloop nodig had, maar om duidelijk te maken dat Dante met zijn Divina Commedia helemaal aansloot op wat Johannes de Evangelist in zijn laatste oordeel in de Apocalyps heeft geschreven. Want daar werd niet aan getwijfeld. Kortom, als u thuis nog een, ik hoop een Rooms-Katholieke Bijbel heeft staan, nodig ik je uit om toch vooral eens een keer de Apocalyps op te slaan. En dat leidt tot een van de meest beeldende verslagen die denkbaar zijn. En daar komt u dus een aantal van die voorstellingen ook in tegen, die ik hier nu in de vorm van de schilderingen van Luca Signorelli heb laten zien. Maar, voor alle duidelijkheid, wat Dante heeft geschreven, sloot volstrekt aan en zaaide geen enkele twijfel bij wat de Bijbel in de vorm van het laatste oordeel, / Apocalypse van Johannes de Evangelist, u vertelt. Hier zien we ook een voorstelling uit ook zo'n cartouche, waar Dante samen met Virgilius of Virgilius, beide namen worden wel gebruikt, Romeinse dichter uit 60 voor Christus tot het begin van de jaartelling, die ook een begenadigd dichter was en als voorbeeld voor Dante heeft gefungeerd en zal zodanig dat hij hem ook een plek in zijn Divina Commedia toedicht, want samen met hem bezoekt hij ook enkele plekken uit zijn Divina Commedia. Goed, we zijn inmiddels wat afgezakt in Toscane en Latium, of Latio, binnengekomen. En die tocht sluit ik af door in het Vaticaan te wijzen op de zogeheten Stanze del Raffaello, oftewel de kamers die Raffaello heeft gemaakt voor Paus Julius II, dat deed hij tussen 1509 en 1513. Dit is de zogeheten Stanza della Signatura, oftewel de kamer waar de paus met zijn altijd in de was met zijn ring documenten bekrachtigd door daar een zegel met afdruk van zijn ring in achter te laten. En hier zien we in die kamer de zogeheten Parnassus verbeeld. De Parnassus waarin de muzen rond Apollo, dus een volstrekt klassiek thema uit de mythologie, is verbeeld. Hier zien we een heer omhoog kijken, die, wat valt u op aan zijn gezicht? Kijk eens naar zijn ogen. Ziet u die? Wat zeg je? Blind. En welke blinde dichter kent u uit het verleden? Homerus. Maar naast Homerus staat Dante. En dan zie je dus al dat Homerus ook uit het verleden tevoorschijn wordt geput. Hè, om te figureren binnen de voorstelling van Parnassus, de heilige berg waar Apollo en zijn muzen verbleven. Homerus krijgt daar een plek toegewezen en direct naast hem Dante. Om ermee aan te geven dat Dante op een hoog niveau werd ingeschat. Ook nog aan het begin van de 16e eeuw. En dat Dante Homerus nodig had en omgekeerd. En dat de paus, Julius II, deze heerschappen ook nodig had om zichzelf hoger op het schavot te doen tillen. Hoe klein het publiek ook was dat in deze zalen toegang kreeg. Is nu wat anders. Je mag al blij zijn als je. De laatste keer dat ik daar was, was in 1999. En toen schrok ik al zo erg van dat je echt naar binnen wordt gedrongen en uiteindelijk na een kwartier aan de andere kant naar buiten wordt gedrukt. Maar dit was ooit de kamer waar alleen de paus toegang had, zijn voornaamste bezoek en een aantal van de klerikalen rond hem heen.
Dat moet je ook altijd bedenken. Als je kijkt naar voorstellingen, wie hebben die voorstellingen kunnen zien? Want dat zegt veel over de invloed die een voorstelling kan hebben gehad of nauwelijks zal hebben gehad. Maar wel in ieder geval had voor de opdrachtgever. Iets verder, de wand van de Sixtijnse kapel waarmee Michelangelo zijn werk dat hij tussen, moet ik het goed zeggen, 1507 en 1513 aan de plafondschilderingen aanbracht, mee afsloot. Dat was in 1541 de schildering van het laatste oordeel. Ook hier volgt Michelangelo strikt datgene wat in de Apocalypse, het laatste oordeel van Johannes de Evangelist, staat geschreven. Zij het dat die enkele figuren ter rechterzijde, onder wie een kamerheer van een paus een plek toewees, en die behoorde dan natuurlijk ook tot de veroordeelden. Dat is de ene kant van de medaille. Verderop in de 16e eeuw, toen de ontvangst van deze voorstellingen van vooral naakte lieden anders viel, toen het werd gemaakt in 1541, sprak men alleen maar goed over deze voorstellingen, maar 25 jaar later had men er zijn bedenkingen over. En toen zijn de zogeheten vijgenbladeren aangebracht. Soms in de vorm van koperen vijgenbladen, in een andere vorm geschilderd en al. En dat heeft er toe geleid, vooral waar het koper werd aangebracht, dat er stukken van zijn oorspronkelijke schildering zijn verdwenen. Dat alles is inmiddels weer gerestaureerd. De restauratie in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw plaatsgevonden. En wat men toen de Mickey Mouse kleuren noemde, die zijn inmiddels weer teruggekeerd. En waarom Mickey Mouse kleuren? Men was vergeten dat pak en beet bijna 500 jaar walm van kaarsen ervoor had gezorgd dat er een echt een zwarte, donkere laag over al die schilderingen heen was komen. Er zijn prachtige foto's van de schoonmakers, dat is degene die als eerste met de restauratie van deze kapel aan de hand gingen. Groot spons, bijen was erop en dan strijk je over zo'n fresco heen en dan verdwijnt die aanslag, de meeste aanslag, als sneeuw voor de zon. En dan komen je de oorspronkelijke kleuren, de Mickey Mouse kleuren, komen weer tevoorschijn. Kortom, dit heeft Michelangelo wel degelijk gewild. En zo is dat zijn laatste oordeel. En dat geldt ook voor de schilderingen in het plafond weer op de juiste wijze teruggebracht. Ik wilde hier maar even stoppen. Voordat we nu ingaan op Florence en Dante's aanwezigheid daar en hoe Florence er uit het begin van de 14e eeuw uitzag. Dat lijkt me wel even een nette breuk en dan kan er koffie, thee enzovoort even worden gelet. Ja, ik kijk.
Jan. Yeah.
Goed, ik ga verder waar ik bleef met het voorschotelen van een luchtfoto. Dat u via Google Maps kunt oproepen, maar ja, scherper dan dit wordt het beeld helaas niet. Dus van een afstandje ziet het er heel aardig uit. Maar toch in grote lijnen is zichtbaar wat er met het Florentijnse stadshart aan de hand is. Deze, noem het maar, vierkante structuur, die gaat terug op de stichting van de stad in Romeinse tijd. Zo rond 50 voor Christus. En die structuur, het castrum,
Waar een Romeins legioen zijn plek kon vinden, met in het midden vaak de belangrijkste tempel, het Capitool. Dat vormt nog altijd de grondslag, de basis voor wat wij nu ervaren als het laat-middeleeuwse Florence. Die structuur die is perfect te zien. Als je dan vertaalt naar wat er verder in terug te vinden is in die stad. Ik zal even niet op dit 19e-eeuwse republikeinse pleinen ingaan. We hebben hier de Dom, het baptisterium, de doopkapel. Oftewel het kerkelijk centrum van Florence. We zien hier het Palazzo Vecchio, het oude paleis. Een naamgeving die overigens pas op geld deed toen Cosimo, die zich hier had gevestigd in de jaren 40 van de 16e eeuw, dit palazzo inwisselde voor het verderop gelegen aan de zuidelijke oever van de Arno, Palazzo Pitti. Toen ging het oude palazzo heten, dus Palazzo Vecchio. De betere naam is Palazzo della Signoria, oftewel waar de signoren bijeenkwamen, of anders zegt de stadsbestuurders. Daar, bij dit gebouw zal ik stilstaan, bij dat gebouw zal ik stilstaan, maar ik zal ook even kort bij dit bouwwerk stilstaan. De Santa Croce Basiliek, een Franciscana Basiliek met liefst twee kloosterhoven. En ik zal ook stilstaan bij de Santa Maria Novella. Ik heb alleen niet goed opgelet, want we zien nog wel de voorzijde van de kerk, maar het hele klooster is weggevallen. Ik heb dus de voorstelling iets te veel naar boven geschoven. Dan hebben we het niet maar over zomaar een kerk, de Santa Maria Novella, nog over de Dom, nog over de Santa Croce, want dat waren op het moment dat ze werden begonnen, of in ieder geval omstreeks 1300, konden die worden beschouwd als drie van de 10 grootste kerken ter wereld. En dat in een stad die toen zeker 60.000, 70.000 inwoners al hebben geteld en in de jaren 40 tegen de 90.000 inwoners zal hebben gekend. Toen kwam de Zwarte Dood en toen werd het aantal inwoners gedecimeerd tot 50.000. Toen hebben 40.000 Florentijnen het leven gelaten. Opvallend aan dit centrum is de wat beperkte bebouwing. En als je dan realiseert wat er in de 14e eeuw aan gebouwen bestond, dan waren dat inderdaad wat wij nu aanduiden als palazzi, maar dan niet de palazzi in de breedte, maar palazzi in de hoogte, oftewel de woontorens. Je kwam via een ladder kwam je op de verdieping kwam je binnen. Men was wat bang voor de buren of voor anderen met wie je verkeerde verhouding verkeerde. Dus dan trok je de ladder weer naar binnen en zo was je in veilige haven. Zo was Florence. Ik zal er zo direct ook een voorbeeld van laten zien. En die stad moest worden bestuurd door lieden waartoe ook gedurende 2 maanden Dante heeft behoord. Als het goed is, juli en augustus van het jaar 1300 heeft hij 2 maanden gefungeerd als een van de 8 signori. Aangestuurd door een voorzitter van hun college. En die bestuurden gedurende 2 maanden de stad. Dan werden ze gevraagd plaats te maken voor weer een nieuw achttal. En zo werd voorkomen dat er sprake kon zijn van corruptie van de macht en vriendjespolitiek. Maar al met al, in Franse rond 1300 waren de verhoudingen niet echt je dat. Ik zal daar verder niet op ingaan. Dus op een gegeven moment, in de jaren 30, bracht men in dit gebouw, dat wij nu als het Bargello kennen, Museo del Bargello, oftewel het Nationale Beeldhouw, Kunstmuseum van Italië, werd dit de woonplaats van de zogeheten Podesta, de dictator die
zeg maar, daarboven nog eens een keer werd aangesteld om als een soort onafhankelijke partij de stad te besturen. In de kapel, om de hoek, treft hij die hier aan op de verdieping, werd ook een voorstelling van het paradijs, het laatste oordeel aangebracht, Christus of God bovenin oordeelvellend. En daarin heiligen die werden geroepen, maar ook lieden zonder nimbus, oftewel gewone stervelingen. En u raadt het al, een van hen is Dante. Er is één probleem met dit fresco. Daar is sinds 1850, toen het werd ontdekt, herontdekt, onder de pleister tevoorschijn werd gehaald, is er iets te veel aan gepoetst. Kortom, waar kijken wij naar? Kijken we naar een vooral 19e-eeuwse afbeelding of kijken we naar een oorspronkelijk 14e-eeuwse afbeelding? Maar dit zou misschien wel het oudste portret, tussen aanhalingstekens, van Dante kunnen zijn. Vergeleken met de buste waarmee ik begon en het dodenmasker, lijkt er ook sprake van een haakvormige neus, adelaarsneus. Maar het kan net zo goed zijn dat bij het opkalevateren van dit portret werd gedacht, oh ja, in de Dom van Florence hebben we dat prachtige schilderij van Domenico di Michelino. We hebben daar ook het dodenmasker in het Palazzo Vecchio. Laten we, nou, je raadt het al. Dus je moet met een zekere voorzichtigheid moet je naar deze voorstelling kijken. In ieder geval, het is gedocumenteerd ook, zou dit Dante moeten zijn. Vrij recent en vrijwel naast het Bargello, twee gebouwen noordelijker aan diezelfde straat, bevindt zich dit gildenhuis van het Arte dei Giudici e Notai. Hier kwamen de rechters en de notarissen bijeen, niet de minste personen. En die hebben ervoor gezorgd dat hun behuizing van prachtige affreschi is voorzien. Onder meer in het plafond, dat zal ergens in de loop van de jaren 60 van de 14e eeuw zijn gebeurd, een voorstelling van alle gilden die Florence kende. De belangrijke en de minder belangrijke gilden zijn daar verzameld. En dat is een voorbeeld geweest voor, ik weet niet of een van u ooit in de grote zaal van de Palazzo Vecchio is geweest, waar middenin Cosimo zetelt. En die wordt omgeven door dezelfde cirkel aan gilden die ook hier terug te vinden is. Maar dit is dan wel de 14e-eeuwse voorganger. En dan zie je dus dat een oudere voorstelling een recente voorstelling kan beïnvloeden. Maar daar gaat het mij natuurlijk niet om. Het gaat om wat hier in deze lunet is weergegeven. We zien hier al een gewoon persoon, geen heilige. En we weten uit documenten, hij kijkt ons met driekwart aan, dat is ook al opvallend. Dat is dus portretmatig. Je kijkt nu, terwijl in Italiaanse schilderkunst tot diep in de 15e eeuw portretten vooral aan profiel werden weergegeven. We kijken hier Boccaccio aan in driekwart aanzicht. Boccaccio overleed in, ik geloof 1375 of 1376. Dit is een schildering die 10 jaar eerder is gemaakt. En dan ben je geneigd, ook op grond van zijn voorkomen, om daar het woord portret aan te verbinden. En ja, als we dat doen met Boccaccio, geldt dat dan ook voor Dante, die tegenover hem is verbeeld. We zien hem in dezelfde rode kleur. Hij houdt een boek op. Wijst het op zijn geleerdheid en op zijn geletterdheid, de geschriften die hij heeft weer achtergelaten. En hier een duidelijk geprononceerde neus, maar zonder het haakje waar dat dodenmasker en die 14e-eeuwse, dus de aanhalingstekens, bronzen buste uit Napels van spreken. Hier hebben we dus te maken met een fresco, een voorstelling uit omstreeks 1366. In het palazzo van de rechters en van de notarissen. Driehonderd meter zuidoostelijker kijken we naar de Santa Croce Basiliek. En waarom laat ik jullie zien? Want voor de Santa Croce is een prachtig
plein te bewonderen waar ook jaarlijks de rugby-voetbalwedstrijd wordt gehouden in het Rulleszand. En daar is sinds 1865, het geboortejaar van herdenkend 600 jaar eerder van Dante, is dit grote standbeeld terug te vinden. Oorspronkelijk stond dat midden op het plein, maar na een schoonmaak- en restauratiebeurt is het vlak voor de gevel van de Santa Croce teruggekomen. De adelaar, waarbij deels wordt verwezen naar Johannes de Evangelist, want de adelaar is het symbool van Johannes de Evangelist, en het laatste oordeel. In de Santa Croce treft u vele graftombes aan van belangrijke personen. En hier ook een graftombe voor Dante. Maar een graftombe die leeg is. Want de lichamelijke resten zouden nog altijd aanwezig moeten zijn in Ravenna. Al sinds 1519 onder paus Leo X, de eerste Medici paus, is er getracht de lichamelijke resten van Dante naar Florence over te doen brengen. Maar dat is steeds op verzet geduid van de gemeenschap in Ravenna, die simpel verklaarde: eens verbannen, altijd verbannen. Dus vandaar dat dit grafmonument eerder de omschrijving van cenotaaf, een leeg graf, verdient. Maar een imponerend en monumentaal beeldhouwwerk dat u in de Santa Croce kunt terugvinden. De Santa Croce fungeert wat dat betreft ook als een soort heldenvereringsplaats. Ja, en dan zijn we helemaal ingetreden in de 19e eeuw. En als je helden vereert, dan ga je soms wel in de fout. Ik heb ooit applaus gekregen toen ik studenten van de zomerschool Florence, het zal 2007 of 2008 zijn geweest, toesprak staande voor de Casa di Dante. Dat is ook net in dat historische 13e-eeuwse, 14e-eeuwse centrum van Florence gelegen. Waarbij ik de studenten wees op het feit dat de toren nieuw was. Oftewel gemaakt is aan het eind van de 19e eeuw als museum. En de woontoren dus geen oorspronkelijke 14e-eeuwse woontoren is, maar een eind 19e-eeuwse. We worden soms voor de gek gehouden, maar ja, dat heb je met heldenverering. Het is wel een woontoren zoals je die verder in dat historische centrum de Kustentekuur kunt terugvinden. En toen kreeg ik applaus van een junkie die zei dat ik de eerste gids was die de waarheid verkondigde. Ja, van soms moet je het van een apart publiek hebben. Goed, iets westelijker. Het Palazzo Vecchio, het bestuurlijke centrum van Florence, waar in het jaar 1298 mee werd begonnen. Architect Arnolfo di Cambio. De man was, net zoals Vasari 2,5 eeuwen later, een alleskunner, een organisator van het zuiverste water, want hij bouwde dit. Hij was betrokken bij het beeldhouwwerk van de Dom en het bouwen van een nieuwe Dom, daar kom ik zo direct op. En hij was betrokken bij de bouw van de Santa Croce Kerk, waar ik u net even iets van liet zien. Kortom, hij was bij de grootste bouwwerken in Florence betrokken. Wanneer hij precies overleden is, sommigen zeggen al in 1302, anderen hebben het over tenminste 1310. Al ga je uit van dat laatste, wat hij in 12, 14 jaar heeft kunnen realiseren in Florence, dat is nauwelijks te beschrijven. Dat betekent tegelijk dat de gemeenschap van Florence ongelooflijk veel kon opbrengen. Er was dus voldoende geld in omloop, maar ook de middelen die werden geregeld om al deze bouwwerken samen te stellen. Want soms gebeurde dat met gesteenten uit groeven die niet echt nabij Florence te vinden was.
Ik laat u hier de foto van de binnenplaats zien, die u hier achter de David, de kopie van David van Michelangelo, kunt betreden. En waarom ik u laat zien, hier om die, de galerij op begane grond, bevindt zich op de verdieping de kamers van de 8 priori. Ja, Dante heeft het nooit kunnen schoppen tot een van die kamers, want in 1300... toen hij gedurende 2 maanden een van de priori was, was de bouw nog niet zover. Dat gebeurde pas 2 jaar later. Maar om aan te geven, het bestuurlijk centrum, daar werden de heren gehuisvest. Noordelijker, zo'n 300-400 meter, de Dom van Florence. Daarvoor gold ook dat vanaf 1296 aan de kerk werd gebouwd. En eigenlijk is die bouwfase, zoals bedacht door Arnolfo di Cambio, perfect te volgen. En ik ga u nu uit verschillende hoeken en gaten enkele documenten, gedocumenteerde voorstellingen laten zien. Maar als we naar de kerk zelf kijken, en als kerkarchitectuurhistoricus moet je dat altijd van het gebouw zelf uitgaan, dan valt op dat er een schijnbare eenheid in vormgeving is. Totdat je specifiek inzoomt op dit gedeelte van de kerk, de zijbeuk van het schip, dat is veel drukker, het staat allemaal nauwer bij elkaar. En hoe komt dat? Dat is het gedeelte dat thuis hoort bij de bouwfase van Arnolfo di Cambio. De kerk was toen ook minder hoog. Hier eindigen de gotische zijvensters, terwijl de gotische zijvensters hier hoger zitten. Er is een band bijgekomen bovenin. Kortom, er moest een gewelf komen, terwijl hier in dit gedeelte van de kerk, net zoals de Santa Croce, gewoon een houten dakbeschot was bedoeld, waar je in keek. En dat zijn zo, ja, dat kan ik nu even beweren en ik weet dat ik gelijk heb, maar je moet het maar even aannemen, want dat voert te ver om daarop in te gaan. In ieder geval, de kerk, zoals bedacht door Arnolfo di Cambio, was kleiner dan wat wij nu voorgeschoteld krijgen. En dat kan ik ook aantonen, zoals ik al zei, door te wijzen op deze zijgevel, die drukker is, de eerste travee. Hier hebben we te maken met de voorgevel, die pas bestaat sinds circa 1870. En een interieuropname van de Dom van Florence, zoals die uiteindelijk aan het eind van de 14e en het begin van de 15e eeuw tot stand is gekomen. Hij is gewijd in 1434. En dat betekende dat toen door Brunelleschi de koepel dicht was gemaakt. Er kon dus veilig de mis worden gehouden. Maar het gaat natuurlijk om deze voorstelling van Dante door Domenico de Michelino, die belangrijk is voor mijn verhaal. Een voorstelling van Dante in 1465, waar we op de achtergrond zien hoe je uiteindelijk toch gereinigd kunt worden en net zoals Adam en Eva een plek kunt verdienen die uiteindelijk tot het hemelse paradijs leidt. Nou, dat is natuurlijk de belofte die Dante voor elke sterveling inhoudt. En dat doet hij wel, hij deed het zelf natuurlijk niet, maar degene die deze voorstelling van Dante aanbrachten, dit werd de gemiddelde Florentijn voorgehouden. De gemiddelde Florentijn die in de kerk mocht binnenkomen. Daar moeten we altijd even voorzichtig mee zijn. Niet iedereen, tegenwoordig kom je als toerist, zolang je maar netjes gedraagt en niet met korte broek en ontblote schouders naar binnen wil gaan, kun je de kerk betreden en vrijelijk rondlopen. Dat was vroeger, waren die beperkingen toch wel aanwezig. Maar in ieder geval was je binnen, dan kon je deze schildering zien. Hier kwam je dus in aanraking met Dante. Vandaar dat deze voorstelling tenminste exemplaar is geworden voor alle voorstellingen die nadien naar Dante zijn gemaakt. En nog even terug naar de oorspronkelijke dia, mijn zoektocht via Google. U zei rood gekleed, u had het over geprononceerde neus en kin. Dat vind je dus hier terug. En dat vind je dus ook in al die hele verzameling van voorstellingen van Dante terug. We zien hier
De Dom in aanbouw, de koepel van Brunelleschi, de toren van het Palazzo Vecchio, de Campanile, Badia Fiorentina met ernaast het torentje van het Bargello. Kortom, de meest belangrijke Florentijnse gebouwen vinden we ook even rechts weergegeven. In 1296 begon Arnolfo di Cambio met een heel programma dat de gevel van de kerk moest beslaan. Met allerlei beeldhouwwerk in marmer uitgekapt. En hier zien we een van de belangrijkste voorstellingen van Bonifatius de 8e, de paus die vanuit het Vaticaan er ook op toezag dat deze nieuwbouw van de Dom kon plaatsvinden. En deze maquette is een weerslag van hoe de kerk er tot diep in de 16e eeuw werd uitgezien. Toen is men de gevel alsnog gaan strippen en werden alle beeldhouwwerken opgeslagen. Nou, die kun je tegenwoordig in het Museo dell'Opera del Duomo bewonderen en ze hebben dat museum nou zo groot gemaakt dat je hier inderdaad een voorstelling ziet van al die beelden tegen de achtergrond van hoe de façade er moet hebben uitgezien. En ik heb hier nog even de maquette erbij gehaald om te laten zien dat net zoals de San Lorenzo, die zich ook in Florence bevindt, dat er een façade verder kaal kan blijven en bedoeld was om ooit helemaal met marmer bekleed te worden. Goed, in het geval van de Dom is het tot iets meer dan een derde tot bijna 40% gekomen. Allemaal in opdracht of in samenwerking met Arnolfo di Cambio gemaakt. Toen er in 1971, 72 en 73 opgravingen in de Domkerk werden gehouden in Florence, werd er een hele laag aangetroffen van marmersplinters. Die dus teruggingen op de werkzaamheid van het atelier van Arnolfo di Cambio. Het was echt een pakket van ongeveer 5 centimeter dik. En ja, als een eigen vloer was die onder de vloer van Cosimo de Medici terug te vinden. Hier nog even de zijmuur met hele drukke traveeën. Bedoeld om hier op te houden met een houten dakbeschot intern erover. Maar ik wijs even op. Nu moet ik het goed doen. Ja, op dit relief wat hier in de zijkant van de muur is aan te treffen. En dat ziet u hier verder verbeeld. Het is een voorstelling van Gabriel en de maagd Maria. De annunciatie, de mededeling aan Maria dat zij van een godheid zwanger zal raken en zal baren. Maar ook belangrijk, het jaartal dat we hier van het relief terugvinden in het jaar 1310. Kortom, om ermee aan te geven, daar waren de werkzaamheden in 1310 tenminste gevorderd. En dan hebben we dus te maken met het oorspronkelijke plan van Arnolfo di Cambio. Ik had het al over de opgravingen van 1971 tot en met 73 of 74. Francis Stoker was daarbij betrokken. Helaas is hij enkele jaren geleden overleden. Hij was toen echt een broekie, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat alles wat we nu hier in plattegrond hebben, dat die funderingen van de oorspronkelijke Santa Reparata-kerk, die terugging op de 9e eeuw en in de 12e eeuw verbouwd is, werd teruggevonden. Hier in het donkerder okerkleur, het project zoals Arnolfo di Cambio had bedacht. Dat werd verlaten op een moment in 1310, omdat er gebouwd moest worden aan de Campanile van Giotto. En toen de werkzaamheden werden hervat aan de Domkerk zelf, en dan hebben we het over de tweede helft jaren 50 van de 14e eeuw, toen heeft men de kerk groter gemaakt en uiteindelijk met een grotere koorpartij waar dan de beroemde koepel van Brunelleschi overeen is gekomen. Wijding in 1434. Maar om mij aan te geven, hier in donker okerkleur was de bedoeling dat het project van Arnolfo di Cambio gerealiseerd zou worden. Schuin tegenover de Dom bevindt zich dit oratorium met een voorstelling van de Madonna della Misericordia.
En hier aan haar voeten, en daarom laat ik dit zien, een schildering van Bernardo Daddy uit 1340-1342. We kijken hier op Florence. We zien hier het baptisterium, het achthoekige gebouwwerk. En we zien hier de façade van de domkerk in aanbouw. En daarachter nog, met dat pannendak, met die twee torentjes, de Santa Reparada. Dus die kerk, die lieten ze staan, net zo lang tot ze vorderden met de bouw. En ernaast de campanile, zoals die in aanbouw was in 1342. Nog niet voltooid, want er moesten nog vier bouwlagen bovenop komen. Maar dan zie je dus een historische bron, direct schuin tegenover de Domkerk zelf, die ons vertelt over hoe het plan eruit zag. Nou, nog een keer in de opgravingen, tekeningen van Francis Stoker, wat hij binnensmuurs onder de vloer aantrof van die kerk Santa Reparata. Dit is de grondslag van de campanile. En we zien hier ongeveer het plan zoals dat net door mij verbeeld onderin de voorstellingen van Madonna della Misericordia er moet hebben uitgezien. Dus gedeelte van die Santa Reparata kerk en het begin van het koor zoals het bedacht was door Arnolfo de Cambio. En dit zou de kerk kunnen zijn geweest als zijn plan verder was uitgevoerd. Dat is dus geschiedenis, dat is dus niet gebeurd. Maar die sporen die zijn toen met de opgravingen teruggevonden. Goed, nu wijk ik naar het noordwesten toe. De Santa Maria Novella. De naam van de kerk, maar nog veel belangrijker, van een kloostercomplex. Twee uitgebreide kloosterhoven, waarvan één kloosterhof nog altijd door de Dominicaner monniken wordt gebruikt. Dus voor de gewone bezoeker ook niet te bezichtigen. Maar het eerste klooster hier direct achter, dat is wel te bezoeken. En daar wil ik ook bij stilstaan. Waar je tegenaan kijkt is overigens een hele prachtige façade door een bankier, een meneer Roetselaar, in 1470 in opdracht gegeven en naar ontwerp van Alberti uitgevoerd. Waarbij een gevel liet aanplakken tegen de oude bakstenen gevel erachter. Maar dan op een manier die ons overkomt als zijnde, ja, dit is het beste voorbeeld van harmonie in architectuur die je maar kan indenken. En ditzelfde motief, zoals we dat hier zien met die voluten, om het schuine dak van de zijbeuk te maskeren. Dat is wereldwijd verspreid. Dit is het type kerk geworden zoals dat in Mexico, in Zuid-Amerika en in Azië is gebouwd bij de kerstening van de vreemde volkeren vanaf het eind van de 16e eeuw. Dat gaat dus allemaal terug op deze gevel uit 1470. Goed, maar daar wilde ik niet bij stilstaan, bij het klooster. Het Chiostro Verde, vanwege de wel nogal groene schilderingen in de kloostergang. Daar bevindt zich ook deze kapittelzaal. Een kapittelzaal die omstreeks 1355 gerealiseerd was. Waarvoor ik zoek nu even naar zijn naam en ik kom er niet op. ik laat hem zo zien, dat zegt misschien meer dan woorden. Ik wilde zeggen Buontalenti, maar zo heet de man echt niet. Die gaf daartoe opdracht. Zijn echtgenote was overleden in de pestgolf in 1348. En hij wilde iets nalaten en bovendien ook zorgen voor zijn eigen grafplaats. En daarom liet hij 800 Florentijnen na, een toen ongelooflijk groot bedrag, om deze kapittelzaal die we hier zien, dus deze volle breedte, is geloof ik 18 bij 13 meter, om die te realiseren. Architectuur. Maar dat was nog niet toereikend. Er was ook nog sprake van dat er schilderingen moesten worden aangebracht. Dat gebeurde tussen 1365 december en december 1367. Dat is gedocumenteerd.
Dat is teruggevonden in de archieven aan het begin van de 20e eeuw. En toen dat werd teruggevonden, wisten we eindelijk dat niet Simone Martini, want daar schrijft Vasari over, de maker van deze schildering was, maar ene Andrea Bonaiuto, oftewel Andrea da Firenze. Hij heeft samen met zijn metgezellen die 18 bij 13 meter en de zijwanden van fresco's voorzien en daarmee een volstrekt programma aangebracht volgens de leer van de Dominicanen. Het schip in nood, waar het Nieuwe Testament over spreekt, de opstanding, verspreiding van het, Pinksteren zien we hier, de Heilige Geest die wordt uitgestort, hemelvaart, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste thema's die we hier zien, die aansluiten bij het thema op de wanden. Dus we kijken hier tegen het gewelf aan, maar dat niet alleen, we zien hier steeds figuren met een banderol verbeeld. En het heeft tot 1998 geduurd. Toen verscheen een proefschrift van een Duitse wetenschapster in de Margaretha Dieck. En die is al die uitspraken die op die banderollen staan gaan afzetten bij, ja, van wie zijn die? En wat kunnen we ermee? En dat heeft alles te maken met het feit dat op de noordelijke wand, dus de bij intrede de wand links, Thomas van Aquino is verbeeld. Je houdt het belangrijkste geschrift dat hij heeft gemaakt, de Summa Theologica, in zijn handen. En die biedt daarmee aan wat de Dominicaanse leer, dus de lezing van de Bijbelse geschriften en de toepassing ervan, moet worden gezien. We zien hem getroond, omgeven door de belangrijkste personificaties, geloof, hoop en liefde in de lucht. En verder naar beneden andere personificaties, zoals ook de personificaties van de zeven vrije kunsten. Daar kom ik zo direct nog even op. En waarom blijf ik dan bij de zeven vrije kunsten? Want hier rechts in de hoek zien we met een pennetje Dante weergegeven. Dat is ook gedocumenteerd. Dat konden we teruglezen. Gelukkig is er, afgezien van de watersnoodramp in 1966, is deze en enkele watersnoden ook uit de 19e eeuw, zijn deze fresco's zeer goed bewaard gebleven. Ze zijn het laatst omstreeks 2000 voor het heilig jaar gerestaureerd. Dus ze komen nu heel fris en op een juiste manier gerestaureerd ook op ons over. Dus hier zien we Dante in driekwart aanzicht weergegeven. Ja, je zou er een haakneus van kunnen maken. 1366. Tegenover Thomas van Aquino en zijn kerkelijke leer staat hoe de Dominicanerorde tegen de wereldorde aankeek. Voor een model van de kerk, ik zeg dus niet voor de domkerk, maar voor een model van de kerk, want in 1366 waren ze al druk bezig met het achterwege laten van het plan van Arnolfo de Cambio en het bouwen aan een nieuw plan. En dat zou dit model kunnen zijn. En dan moet u letten op de plek hier van de campanile, die komt niet overeen met de huidige dom. Samen met Francis Stoker, degene die opgave heeft, heb ik ooit een e-mailwisseling gehad. En toen heb ik gezegd van, ik zou er een stuiver om willen verwedden dat als er een opgave plaatsvindt voor de campanile, dus op de plek tussen de campanile en het baptisterium in, richting de bekende Schoenmakersstraat, dat je funderingen van dit gebouw terug kunt vinden. Want het is gedocumenteerd. Dit model is daadwerkelijk gebouwd en heeft tot 1426 ook in Florence gestaan. En het was toen een hindernis, althans het werd al gezien als hindernis door het stadsbestuur,
Want heren, die pleegden hun plas in dat model. Dus het stonk er naar urine. Het was een vuilnisplaats. Men wilde er van af. Maar dat was dus zo groot dat je erin kon rondlopen. Dus mijn idee is dat we hier niet tegen de Domkerk zelf aankijken, maar het gebouwde model, zoals het plan van Arnolf de Cambio, uiteindelijk had moeten worden vormgegeven. En dan zien we hier allerlei heren verbeeld. In het midden de paus. 1366 kwam de paus terug uit Avignon om naar Rome te gaan. En die Urbanus zetelt hier voor dat model om duidelijk te maken van, ja, dit is mijn plek. Het was ook niet toevallig een Dominicaner paus. De belangrijkste geestelijken en geestelijke orde zitten links van hem, oftewel aan zijn rechterhand, dat zo moet je het ook zien. En de wereldlijke heerser, de keizer, de markgraven, zitten rechts van hem. Verder gebeurt er ook het nodige. Hier zien we Dominicaner, heiligen, ze hebben allemaal een nimbus, verbeeld. En in het midden Dominicus, die zielen toelaat om richting Petrus aan de hemelpoort te gaan. En uiteindelijk is het natuurlijk de oordelende Christus, schuinstreep God, die bepaalt of je ook tot het paradijs kunt toetreden. Hier zien we al de geestelijke orden verbeeld aan de rechterhand van de paus waar ik het over had. En we zien tegelijkertijd, we hebben het over 1365 en 1366, de portretmatige invalshoek van de verschillende geestelijke. Je kunt bij wijze van spreken de leeftijd van hun gezichten aflezen. Hier zien we de wereldlijke heersers verbeeld. En dat zouden misschien wel portretten van oorspronkelijke midden 14e eeuwse personen geweest kunnen zijn. Maar, en daar gaat het mee om, ik wil even stilstaan bij deze twee. Want ook daar zien we Dante verbeeld. Staand naast in de speciale bondmantel Virgilius. Dus ook hier wordt hij opgevoerd. Maar hier zien we Dante met een iets ander profiel dan we bij wijze van spreken net nog in de hoek konden zien. Dus dit zijn de voorstellingen waarmee we het moeten doen. Nou, wat we verder dan nog zien, Petrus Martelaar, de eerste heilige, Martelaar heilige van de Dominicane orde. Thomas van Aquino die duidelijk maakt, dit zijn mijn geschriften. En hier heb je een Arabische wijsgeer die op geld deed in universitaire kringen. Thomas van Aquino was hoogleraar aan de theologieschool van of Theologie Universiteit van Parijs. Averroes werd nogal gevolgd, maar hier zien we dat hij horende wat Thomas van Aquino hem zegt, zijn eigen boekwerk aan stukken scheurt. En zo zie je dus hoe de Dominicaner orde het met de mensheid voor heeft. En als je dat maar volgt, ja, dan wacht je opname in het paradijs. Kortom, deze kapel van 18 bij 13 meter, zijwanden, schilderingen bovenin, geven aan hoe de Dominicaner orde tegen de wereld en kerkelijkheid aankeek en wat, hoe de mensheid dat moest volgen. Het was een een kapittelzaal waar monniken elke dag werden voorgehouden wat ze beter konden doen. En daar druk ik me heel voorzichtig uit. Het woord kapittelen betekent dat je de les gelezen krijgt. Maar het was ook de grafkapel van die Guido, niet Cavalcanti, maar even kijken, die we hier zien. Hier wordt hij door Passavanti, dat is een midden 14e eeuwse Dominicaan, krijgt hij de absolutie toebedeeld. Dus uiteindelijk mag hij ook richting Petrus toe. Hij heeft gezorgd voor de financiering, zowel van de kapel als van de fresco's, die weliswaar na zijn dood zijn aangebracht. Nou, 1465. Dan hebben we uiteindelijk, even kijken, ben er bijna,
hebben we uiteindelijk te maken met het definitieve beeld van Dante zoals dat wordt vormgegeven en is voorgesteld in de Duomo, in de kathedraal van Florence zelf. En deze verbeelding is nadien, en dat bleek al uit mijn Google-zoektochtje, stevast gevolgd. Of die nou teruggaat op dat dodenmasker, ja, daar kun je over dubben. In ieder geval is het sindsdien gebruikelijk om uit te gaan van de verbeelding zoals we die hier zien. Sandro Botticelli, om maar mee aan te geven hoe je de hel kon zien, hè, waar we hier de opgang naar de paradijselijke sferen zagen, ja, hij keerde het om. En uit de film Inferno, naar het boek van Dan Brown, speelt deze tekening ook een rol. Dan zie je dus hoe de omgekeerde weg wordt begaan. Maar, en dat was heel aardig, 2 maanden geleden was er, daar kunt u nu nog naartoe, de tentoonstelling Maria Magdalena, hier vlakbij in het Utrechtse Katharijnenconvent, een prachtige tentoonstelling, hing dit schilderij, ook uit de collectie van het Katharijnenconvent, De Brede en Smalle Weg in 1635. Je kan de brede weg volgen. Nou, dan krijg je door deze poort toegang. En je ziet dat deze koninklijke heer en de dis die hier wordt aangericht heel uitnodigend is om vooral die brede weg te volgen. Maar uiteindelijk, het is de moeilijke weg, de smalle weg die de mens moet volgen om het paradijs te bereiken. En dan zie je dus dat pak een beet 170 jaar na die voorstelling, zoals we die in de Dom van Florence aantreffen, dat er een voorstelling wordt gevolgd waarbij Dante's invloed kenbaar is. Ik moet tegelijk zeggen dat Laurentius de Neter natuurlijk een katholiek van huis uit moet zijn geweest. Er waren in onze Hollandse omgeving toen vooral hervormde stadsbesturen, maar dat betekende niet dat de katholieken uit het straatbeeld waren verdwenen. De kunst heeft nog tot diep in de 17e eeuw de katholieke programma's gevolgd. Dus dat is een laatste les die ik u ook wil voorhouden. Nu, het dodenmasker, waarvan we weten dat het in Florence moet zijn ontstaan dankzij de broers I. Lombardi. In het Rijksmuseum hebben ze een prachtig relief van Gentile Bellini, de Venetiaanse kunstenaar, gemaakt in plat relief. Gaat u toch vooral kijken op begane grond. Dus je komt binnen en tegelijk achter de grote poort doorlopen en dan de Italiaanse afdeling. Daar vindt u dat portretrelief van Gentile Bellini. Mooier voorbeelden heb je niet. Zij waren verantwoordelijk voor het maken van dit dodenmasker. Of ze daar het voorbeeld van een echte dodenmasker voor hebben kunnen gebruiken, we moeten het maar aannemen. Het kan zijn dat er aan ten grondslag heeft gelegen dat er de bedoeling was ooit een bronzen figuur te maken voor een grafmonument van Dante. Alleen dat is een hypothese waar nog geen enkel verder argument of bewijs voor is gevonden. Maar we moeten het in ieder geval wel doen met de voorstelling van Dante, zoals die iets na het midden van de 15e eeuw definitief is vastgesteld en is nagevolgd. Bij deze, dank voor je aandacht. Lezing. We moeten naar Florence om dit allemaal persoonlijk kijken waar het allemaal zich bevindt. We hebben nog wat tijd voor een paar vragen. Wie heeft er een vraag? En die krijgt dan even de microfoon, zodat ook de mensen thuis het kunnen horen. Rob, even wachten. Even. Ja. Kijk eens aan. Als ik dit portret zou tot me door laat dringen, ja, en ik zie zijn wenkbrauwen, dan zou je eigenlijk helemaal niet zeggen dat het een dodenmasker is. Het wordt geëtiketteerd als een dodenmasker en iedereen heeft het over een dodenmasker. Nou ja. Maar ik vind eigenlijk dat het een veel meer portret is
dan een dode masker. Een dode masker zou ik zeggen is een vrij strak en karakterloos iets. Nee, maar dan is... moet je je voorstellen hoe normaal een dode masker wordt gemaakt. Dan bedek je inderdaad het gezicht van de overleden met was. Je brengt de gips aan, dan heb je de mal en op grond van die mal kun je dit maken. En zo komt dat... Zo komt normaliter een dode masker tot stand. Een ander voorbeeld uit Florence zelf, en dat wordt ook bewaard, is het dode masker van Brunelleschi. Nou, dat is ontegenzeggelijk zo'n dode masker. En dan zie je dus een wat verwrongen mond en lokende ogen. En dat komt als heel geloofwaardig over. Belangrijkste is jouw definitie die je nu al hanteert in de vraagstelling, portret. Overduidelijk is dit een portret. En dat vind ik het sterkste argument om hier van een dode masker te kunnen spreken. Hoe dit verder ook tot stand is gekomen. Nog meer vragen? Iemand? Ja, Wietse. Even wachten, Wietse. Ja. Wat is het oerbeeld of het oerportret of het oerbeeld waar ze uit het opgebouwd hebben? Is dat gewoon de beschrijving van Dante geweest? Is er iets bekend vanuit de eerdere tijd? Daarom ben ik stil blijven staan bij twee voorstellingen uit de jaren 30 van de 14e eeuw. En een tweetal voorstellingen uit de jaren 60 van de 14e eeuw. En daar moeten we het mee doen. Even wachten, Rob. Boccaccio. Dit is Boccaccio geweest, die uiteindelijk een beschrijving heeft gegeven van de persoon van Dante. Ja. In die beschrijving wordt gegeven dat hij een beetje een nors gezicht heeft, maar dat hij ook een kromme neus had, een arendsneus. Ja. En dat, vanaf dat moment, dat is ongeveer zeg maar 1350, ja, zeg maar even grofweg, dat vanaf dat moment de afbeeldingen van Dante met een zekere kromme neus zijn ontstaan. Dat is een beetje het verhaal wat men vertelt. Nou ja, het enige wat ik dan als aanvullende opmerking kan geven is dat waar Boccaccio zelf in het gildenhuis van de rechters en de notarissen is verbeeld als levend persoon, wellicht nog een aantal jaren vlak voor zijn dood, is dat Dante tegenover hem weliswaar een rechte geprofileerde neus heeft, maar niet die haakneus waar hij dan zelf in de over spreekt. Ja. En dat geeft ook aan dat de kans dat je in het begin van de 14e eeuw, wat mij betreft, van een portret van een gewone burger kunt spreken, want zo zie ik Dante toch. Ja, kunsthistorisch hebben geen voorbeelden. Daarmee zou Dante bij wijze van spreken de uitzondering op de regel zijn. Ik zal niet zeggen dat zo is. Dat waar ik mee begon, die buste uit Napels, dat een verkeerd beeld oproept. Maar ik ben zo benieuwd van hoe dat beeld tot stand is gekomen. Of de legering van het brons iets leert over een nadere datering ervan, enzovoort, enzovoort. Dat zou een zoektocht zijn die wat mij betreft ondernomen mag worden. Ja, je hebt natuurlijk ook het verhaal van Bargello, dat zou een tekening zijn van Giotto. En die discussie is natuurlijk ook. En daarvan zegt men weer, het is de vraag of dat hele verhaal door Giotto zelf is gemaakt of door zijn atelier. En mogelijkerwijs dat het werktekeningen zijn geweest van Giotto. Nou ja, maar daar wordt wel een rechte neus gegeven aan Giotto en Dante hebben elkaar ontmoet, onder andere in Padua. Klopt. En ik neem ook aan dat ze elkaar in Florence... Vooral Padua, hij is naar Padua gegaan, terwijl Giotto werkte in Scrovegni. Ja, ja. En daar belangrijk ontmoeting geweest. Maar goed. Maar het kan zijn dat ze elkaar voordien ook al omstreeks 1300 in Florence tegen het lijf liepen. Ja. Goed, nog een laatste vraag. Ik heb zelf nog een vraag aan jou. Ja. Ik vroeg me af, Dante is dus de laatste 20 jaar van zijn leven verbannen uit Florence. Ja. Hij had er dolgraag teruggewild, maar dat kon niet. Hij is gestorven in Ravenna. En toch zie je vrij snel na zijn dood dat hij overal verbeeld wordt. Was hij nou zo snel gerehabiliteerd? Ik denk dat zijn geschriften voor die rehabilitatie hebben zorg gedragen. In combinatie met het feit dat zijn geschriften in de landstaal waren opgeschreven. Ja. En dat was uniek. Ja. Huh? Ja.
de verzuchting in de katholieke kerken in de loop van de jaren 60 van de vorige eeuw, dankzij Johannes 23, toen werd er voor het eerst geen mis meer in het kerklatijn uitgesproken. Ja, ja. Dus door zijn werk is hij in feite natuurlijk. Ja, ja. Ja. Goed, nou, Eermin, heel erg hartelijk bedankt voor deze lezing. Ik zal degenen die aanwezig zijn nog even ook de link van de livestream sturen. Want er is zoveel informatie, dat is best leuk om dat nog eens een keer terug te kijken. Ja. Misschien nog leuk om te vermelden is, je had het over paus Bonifatius de 8e, je liet een beeld zien. Een van de kunstenaars die hier exposeert, Nicolaas van Os, heeft zijn interpretatie van paus Bonifatius de 8e gegeven. Dat is dat beeld daarachter. Een karikatuur kun je wel zeggen, wat heel erg overeenkomt ook met de manier waarop Dante paus Bonifatius de 8e beschrijft in het Inferno. Want hij had enorm veel kritiek op paus Bonifatius de 8e. Ja, ja, de verbanning kwam ook niet zomaar tot stand. En, precies, ja. Ja. En over het dodenmasker, een andere kunstenaar die hier exposeert, Emiel van de Kruk, heeft zijn interpretatie van het dodenmasker gegeven wat daar achter de balie hangt. Ja, ik vroeg me dat al af. Nou, voor de mensen thuis, die kunnen het allemaal niet zien, maar jullie moeten gewoon naar de expositie komen. Dat kan nog tot 24 oktober. 8 kunstenaars die hier hun interpretatie op het werk en de thema's van Dante laten zien. Volgende week, ja, we hebben eigenlijk met een aantal lezingen hebben we verschillende perspectieven gezien over de inspiratie die Dante heeft, hè, op de film, de kunstgeschiedenis. Volgende week hebben we nog een hele bijzondere, namelijk dan gaan we terug naar onze tijd, de invloed die Dante heeft gehad op de popmuziek. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Je kunt je daarvoor aanmelden nog op de Dante website. Voor ik afsluit wil ik graag nog eventjes heel speciaal bedanken het AV-team van 033 Fotostad, die hier het Rietveldpaviljoen beheert. Met name Frans en Bart, die al deze prachtige lezingen verzorgen van een fantastische techniek en ook de livestream die de mensen thuis kunnen zien. Frans en Bart, fantastisch werk. Nou, dan rest mij jullie, de mensen thuis, nog een goede avond te wensen. En de mensen hier in de zaal een goede reis. Neem op de terugweg nog even een lekkere Italiaanse lekkernij mee. Die ligt daar nog voor de terugreis. En ik hoop jullie allemaal snel weer te zien.